Eind 2016 ontwikkelde de toenmalige gemeente Korendijk een omgevingsvisie. Daarna is ook gewerkt aan een breed gedragen toekomstvisie voor het buurtschap Nieuwendijk en omgeving. Dit deed de gemeente daar niet alleen, maar samen met het buurtschap, ondernemers en natuurmonumenten. Het buurtschap werd in deze samenwerking vertegenwoordigd door de werkgroep Omgeving Nieuwendijk, de WON. De WON is 5 jaar geleden in het leven geroepen nadat er onrust ontstond over plannen voor het eiland 10 gemeten. Nu functioneert het als spreekbuis van de bewoners. Er kwam een ontwikkelaar bij nog de gemeente Korendijk met het plan om 250 recreatiewoningen te realiseren in het Bos van Los. Nou, dat bracht behoorlijk wat onrust met zich mee. Toen hebben we gezegd van laten we eens met de inwoners van Nieuwendijk gaan kijken naar hun toekomst. Laten we eens kijken hoe Nieuwendijk er over een x-aantal jaren uitziet. Dat past ook helemaal in het traject omgevingsvisie wat we hebben doorlopen. Omdat er in Nieuwendijk heel veel ophef is geweest rond de realisatie van 10 gemeten, hebben we gezegd van laten we wel heel zorgvuldig te werk gaan. De Nieuwendijkers zeggen ook wel eens ja, 10 gemeten is ons overkomen. Wij hebben er niet voor gekozen, maar we hebben wel de overlast van 10 gemeten. We hebben een bureau in de arm genomen als onafhankelijke procesbegeleider om aan de slag te gaan met de toekomstvisie voor Nieuwendijk. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een mooie visie voor Nieuwendijk met veel draagvlak ook vanuit Nieuwendijk, waar we echt wel trots op kunnen zijn. De WON is opgericht omdat een aantal mensen hier uit het buurtschap dachten op een avond dat er een informatie werd gegeven door de gemeente en natuurmonumenten over de ontwikkelingen en de doorgroei van het eiland, waarbij ze dachten dat er van 50.000 tot 80.000 mensen per jaar het eiland zouden bezoeken. Die avond liep eigenlijk zo chaotisch en tumultueus dat dat moment niks ging opleveren. Dus er zijn een aantal mensen opgestaan en gezegd van laten we dat op een andere manier doen. Dus met de 6-7 mensen hebben we gedacht, nou, wij zijn de spreekbuis van de buurt. Vinden jullie dat oké? En we gaan kijken hoe we daar de communicatie met de gemeente en natuurmonumenten kunnen organiseren. We kwamen natuurlijk vanuit een positie waarin er heel erg veel wantrouwen was ten opzichte van elkaar. En je merkt gewoon dat door het goed met elkaar praten, helder zijn en het maken van afspraken en dat die afspraken ook nagekomen worden, dat je dan langzamerhand dat vertrouwen in elkaar weer opbouwt en van daaruit een basis hebt om verder te gaan. De hele communicatie die begon vanuit terugkoppeling en groeide steeds meer eigenlijk naar het vooruitkijken van wat gaat er nu eigenlijk gebeuren, welke evenementen staan er op het programma, wat is de te verwachten overlast die we daar in de buurtschap door kunnen ondervinden. En dat is een heel goed systeem is dat gebleken. Nou, je ziet dat er wat dat er gaat wel een heel mooi en ook wel dankbaar groeiproces hebben doorgemaakt met z'n allen. En nu op dit moment durf ik gewoon wel te zeggen dat we samen vechten voor een mooiere, betere buurt. Je staat als organisatie ook in de samenleving, dus zul je verder moeten kijken dan alleen het eiland waar je actief bent. Er moest vooral een brug gebouwd worden tussen de Nieuwendijkers en 10 gemeenten, vooral natuurmonumenten. En vooral elkaar opzoeken, dus persoonlijk het gesprek aangaan. En dat heeft eigenlijk voor 2017 vooral in de stand van informeren, aangeven, op zoek gaan naar een oplossing. En vanaf 2017 konden we eigenlijk naast elkaar werken, dus samenwerken aan een oplossing. En dat kan je alleen maar als je echt elkaar opzoekt en het contact aangaat. En nu is dat contact eigenlijk zo goed dat we soms gewoon bij elkaar aan de keukentafel kunnen zitten om de plannen te bespreken. En het is vooral belangrijk dat je dan ook begrip hebt voor elkaars belang. Want op die manier kun je kijken van hoe kunnen we samenwerken aan een oplossing die voor beide partijen goed is. Ik denk dat je alleen maar kan toewerken naar een goede oplossing als je ook weet wat er speelt in die omgeving. En daar moet je je in verdiepen. En ook al kom je ergens niet vandaan, dan kun je dat nog doen. Dus zoek elkaar op en doe net wat extra moeite om erachter te komen wat daar vroeger speelde. Dus dat je kennis hebt van het verleden. Ik denk dat de belangrijkste les die je uit deze hele samenwerking kan halen is wel van spreek je verwachtingen uit, wees helder in je communicatie, maak afspraken en kom die ook na. Zorg dat je met elkaar in gesprek bent en geef je organisatie een gezicht. Maak het persoonlijk, haal het anonieme eraf, want alleen daarmee kun je een relatie aangaan met elkaar. Het is belangrijk als je zo'n proces ingaat, dat je niet denkt vanuit
standpunten, maar meer vanuit belangen. Je ziet dan een veel constructievere houding bij alle partijen om uiteindelijk gezamenlijk het doel waar je voor staat te bereiken. En het doel is uiteindelijk een positieve toekomst voor een buurtschap als Nieuwe Dijk.